Hey, goedemorgen Wouter. Alles kits achter de klokhuisrit. Hey Ben, wat ben je vroeg? Voel je wel lekker? Ah, uitstekend. Ik ben in de bloei van mijn leven. Ik kan alles aan. Daarom dacht ik, het wordt tijd voor een nieuwe uitdaging. De uitdaging, wat is het raarste pakje dat ik aan kan trekken als ik naar mijn werk ga? Nee, ik heb me ingeschreven voor de marathon. Voor de Haha, je hebt toch helemaal geen conditie? Dat moet jij nodig zeggen. Jij bent nog buiten adem als je een kop koffie gaat halen. Voor de marathon moet je maanden trainen. Hey, ik heb ook getraind. Kijk, wat is een marathon nou helemaal? Gewoon een flink stuk lopen. En wat doe ik hier iedere dag? Lopen. Van mijn bureau naar de redactie, van de redactie naar de wc. Lopen, 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 lopen. Kilometers. En als ik even stil zit, dan loopt mijn neus wel. Goedemorgen. Oh, hey Ben. Je laat me schrikken. Wat heeft hij nou? Zijn vriendin heeft het dit weekend uitgemaakt. Ah, dat draait niet meer. Cheer up, Timo. Jij kan elk meisje krijgen dat je wilt. Elvira was de liefde van mijn leven. Nou, hooguit van de afgelopen maand. Ik ben nog nooit gedumpt door een meisje. Ik ook niet. Had ik maar eens een meisje dat mij kon dumpen. Kom op, Timo. Het klokhuis staat achter je. Wij slepen je wel doorheen. Sorry, Ben. Maar ik kan jou niet serieus nemen in dat pakje. Ja, ik ga toevallig meedoen aan de marathon, hè. De marathon? Maar je bent helemaal niet voorbereid. Ja, ik heb hartstikke dure schoenen. Hier, een hartslagmeter. Mijn hart. Het is gebroken. Klopt niet meer. Stil nou maar. Doet nu even pijn, maar het went. Waarom zijn jullie toch altijd zo negatief als ik mijn grenzen eens wil verleggen? Stimuleer me nou eens een keer. Er doen wel honderden mannen mee zoals ik aan die marathon. Ja, en daarvan stort er ieder jaar een heleboel bewusteloos neer op het asfalt. Ja, want als je ouder wordt, wordt het steeds moeilijker om je hartslag en je lichaamstemperatuur onder controle te houden. Hey, zeg, ik ben nog geen bejaarde. Rustig. Denk aan je lichaamstemperatuur. Hé, hey, ik weet misschien een manier om jouw lichaam koel te houden. Wat je net zo'n coole kikker als Timo meestal is. Wat heeft dit nou met hardlopen te maken? Nou, hoe koeler je begint, des te langer hou je het vol. Ja, maar ik ga morgen toch niet met twee koelboxen met ijs naar het startpunt toe? Ja, nou, daar moet ik nog even over nadenken. Geen hartslag, hè? Misschien is hij kapot. Mijn hart. Nee, dit ding. Nee, mijn hart is kapot. Kijk, je lichaamstemperatuur begint al te dalen. Goh, meen je dat nou? Zeg, zou een halve marathon niet beter zijn, Ben? Ja, professor Zeurpiet, een halve marathon is voor mietjes. Als ik iets doe, dan doe ik het helemaal. Maar heb je wel eens lange afstanden hard gelopen? Man, als kind liep ik de avond vierdaags in anderhalve dag. Ja, daar komt iets. Het klopt. Wat, te snel? Te langzaam? Ik weet niet wat normaal is. Langzamer dan dat van mij in ieder geval. Zie je dat wel? Daar heb je het al. Wouter, mag ik even met jouw hartslag vergelijken? Oké. Zo snel? Misschien kan ik het niet goed voelen door je trui. Mag ik even? Jeetje, Wout, wat gaat je hart tekeer? Ja, hoe zou dat nou komen? Het gaat steeds sneller. Dat is niet normaal, hoor. Je wordt helemaal rood. Ja, het komt natuurlijk niet elke dag voor dat iemand met zo'n koude hand... Is hij te koud? Wouter? Wout? En dan is hij bang dat ik morgen bezwijk. Komt het nog goed met mijn dokter? Ja, nou, ik hoor niks raars. Misschien was je hart gewoon even van slag. Hoe kan dat? Nou, warmte, spanning, verliefdheid, dat is allemaal heel normaal, hoor. Maar als je je hart sterker wil maken, dan moet je gaan sporten. Zoals ik. Ja, wat vind je daar nou van? Hij wil morgen zonder enige voorbereiding de marathon gaan lopen. Dat is het domste wat ik ooit heb gehoord. Oh, en daar heb jij zeker voor doorgeleerd. Nou ja, toevallig wel, ja. Hallo. Renate van Doesburg, huisarts. Mag ik je telefoonnummer, Renate? Kunnen we een keer daten? Nou, je hebt Timo in ieder geval al genezen. Weet u zeker dat u aan die marathon mee wilt doen? Want dan bestel ik vast even een ziekenwagen. Ik ben in een topconditie. Als u nooit traint, dan bent u wel buiten adem als u hier een keer de trap neemt. Echt niet. Ik loop zo 10 verdiepingen naar beneden en weer terug binnen 4 minuten. Wedden? Laat maar zien. Go, 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 Ben!
Oh, en neem een handtekening van de portier mee als bewijs. Draag je wel eens zo'n wit, sexy zusterspakje, Renate? Jo, ik ben zo sexy. Kan jouw arme hart helemaal niet aan. Misschien dat wij dan met z'n tweeën een keer kunnen afspreken. Als wetenschappers onder elkaar. Zorg jij nou maar dat je je hoofd koel houdt. Alsjeblieft. Handtekening van de portier. 10 trappen naar beneden en weer naar boven in 3,5 minuut. Oh, je zweet niet eens. Ja, en jij echt niet. Mijn complimenten, echt. Ik heb me in u vergist. Het spijt ben, me. Ben, je hebt je tas laten liggen in de lift. Ben je met de lift gegaan? Nou, succes met de marathon morgen, Ben. Het is heel erg knap van u, hoor, dat u zich in zo'n korte tijd zo belachelijk heeft weten te maken. Nou, dat is zelfs voor Ben een persoonlijk record. Ha 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 ha